Hallo, eind maart is het weer zover. Een nieuwe boekenweek en dit jaar is het thema verboden vruchten. Het boekenweekgeschenk zal dit jaar geschreven worden door Herman Koch. En daarom is het wel aardig om even stil te staan bij zijn werk. De boeken van Koch zijn populair en worden heel veel gelezen. Ook in het buitenland. En zo stond The Dinner, een vertaling van Het Diner, wekenlang in de bestsellerlijst van de New York Times. En als een literaire grootheid als Stephen King een tweet over je de wereld instuurt, dan doe je blijkbaar iets heel erg goeds. Maar ja, die naam, hè, dat geeft toch wel problemen. The Dinner by Herman Koch. Herman Koch. Herman Koch. Koch. Coach. Hawker. Cooker. Herman Koch. Koch's laatste roman, De Greppel, werd aangeprezen als onmiskenbaar Kochiaans. En dat levert de vraag op, wat maakt een boek Kochiaans? In deze video zal ik proberen antwoord te geven op die vraag. En dat doe ik aan de hand van 1, 2, 3 romans. Al in 1989, dat was het jaar dat de Berlijnse muur viel, dus wel even geleden, verscheen Red ons Maria Montanelli. Een verhaal over een lastige scholier die tekeer gaat tegen school. En in het bijzonder tegen het Montessori-onderwijs en tegen het zieke milieu waarin hij opgroeit. De plot draait om een overleden klasgenoot, een zwakbegaafde jongen en de rol die de ik-persoon bij zijn dood heeft gespeeld. In de jaren 90 en jaren 0 bleef Koch verder schrijven aan zijn oeuvre, maar hij werd voornamelijk bekend als lid van het legendarische en komische drietal Jiskevet. En toen kwam het enorme succes van Het Diner uit 2009, dat nog steeds voortduurt, want na een Nederlandse en een Italiaanse verfilming verschijnt binnenkort een echte Hollywood-verfilming van The Dinner. Het verhaal ken je wellicht al. Twee broers en hun vrouwen die tijdens een etentje de misdaden van hun kinderen zullen moeten gaan bespreken. Ik persoon Paul Lohman is een rancuneuze observator die afgeeft op snobs en op ijdelheid, maar die een gewelddadige afwijking heeft. Koch heeft laten zien dat het succes van Het Diner geen toeval was door met zijn roman Zomerhuis met Zwembad uit 2011 wederom een bestseller af te leveren. Een whodunit met een zomerstintje rondom een wraakzuchtige arts die walgt van zijn eigen cliëntele van acteurs en schrijvers. Net als in Het Diner gaat het om een vader die zijn kind wil beschermen. Een invloedrijke auteur op het oeuvre van Herman Koch is Gerard Reven, over wie Koch zelf ooit zei: ik vind hem een voorbeeld van iemand die een eigen humor heeft en zijn eigen stempel drukt op de stijl. Die stijl van Reven is zo uniek dat het Reviaans wordt genoemd. En zo eindigen we weer bij de vraag wat de boeken van Herman Koch en het aankomende boekenweekgeschenk zo Kochiaans maken. Let op! Ten eerste de hoofdpersonages. Het zijn cynische en zelfverzekerde ik-vertellers, mannen om wie je moet gniffelen, die kritiek geven op de maatschappij, op burgerlijkheid, op elite en kuddegedrag, onbetrouwbare vertellers. Het zijn personages die dwars liggen en ook een beetje slecht kunnen zijn. En in al die dwarsheid komt vaak een morele kwestie voorbij. In hoeverre ben je schuldig aan iemands dood? Hoe ver ga je voor je kinderen? En mag je als arts over leven en dood beslissen? En die stijl van cynisme en satire plus morele kwesties is dan vaak gekoppeld aan een zogeheten plotgedreven verhaal met cliffhangers, plotselinge wendingen en vragen als wie heeft het gedaan? Als je het zo achter elkaar zet, is het natuurlijk helemaal niet gek dat de boeken van Herman Koch zo populair zijn en worden verfilmd. Ik durf dan ook stellig te beweren dat Makkelijk Leven, het boekweekgeschenk van 2017, vooral heel erg Kochiaans zal zijn.